Nou, hoe staat het met de motor? De motor? Met de motor gaat het goed. Ik maak me absoluut geen zorgen over de voortsturing. In tegenstelling tot wat u misschien in de media daarover leest. Nee, het gaat goed. We varen weliswaar met een vermogensbeperking die we onszelf nu opleggen. Dat heeft te maken met een tijdelijke reparatie in de tandenborst. Maar het volledige vermogen is op elk moment beschikbaar als ik het nodig heb. Oké, dus we hoeven ons niet druk te maken? Hoeft u ons absoluut niet druk te maken. Dat doe ik ook niet. Hoe staat het met de inwendige mens? Nou, hartstikke goed aan boord. We zijn helemaal voorbereid. We hebben voor 2,5 maand hebben we de vriezer vol zitten. En we hebben heel veel koel- en droge middelen bij ons. Dus we kunnen voorlopig vooruit. We hebben voor de komende 2,5 week hebben we vers voedsel aan boord. Dus dat is ook heel belangrijk. En bij elke havenstop die we gaan doen, gaan we weer vers laden. Dus de inwendige mens wordt goed verzorgd aan boord. Kan je als vrouw zijnde je staande houden hier? Ja, ja, sowieso. We zitten met meerdere vrouwen aan boord hoor. En het is een gezellig clubje. Ja, dat is lastig om te zeggen. Ja, ik ga er eigenlijk gewoon een beetje neutraal in. En ik laat het een beetje op me afkomen. Want dit is voor mij mijn eerste missie. En helemaal in zo'n gebied is dat natuurlijk helemaal nieuw. Dus ja, ik denk dat het wel goed gaat komen. Ja. Nou, dat hoop ik ook voor je. Ja, gelukkig maar, ja. 5 maanden, ja. Ja, dat is een lange tijd. Maar gelukkig heb je je kinderen. Ja, klopt. Ha ha ha.